zelf in het westen van het land, maar we wilden heel graag weer terug naar Groningen, omdat we ook geboren en getogen Groningers zijn. En we wilden heel graag een boerderij en die opknappen, restaureren. En volgens de jury van het Agrarisch Erfgoed Nederland is dat bijzonder goed gelukt. Annie Beukema en Wim Pastoor zijn de trotse eigenaren van dit 19e eeuwse rijksmonument. Al 16 jaar zijn ze het volledig eigenhandig aan het opknappen. En volgens die jury is het inmiddels de mooiste boerderij met een nieuwe functie van ons land. Het is vooral het enthousiasme waar we zelf veel plezier in hebben om dit pand op te knappen en te restaureren. Het kan natuurlijk best zijn dat daar wat spanten in zitten die gewoon verrot zijn. En dan denk je je daaraan vast te houden, maar dan ga je naar binnen. En dan was het einde verhaal geweest. Dus als ik dat achteraf bekijk, dan denk ik dat ik op dat moment te veel risico heb genomen. Maar goed, het is goed gegaan. Maar als je dan zo'n prijs toebedeeld krijgt, is het natuurlijk heel erg leuk om dat zo te ervaren. Ja. Om de inrichting weer zo goed mogelijk in de authentieke staat terug te brengen, hebben Wim en Annie onderdelen uit maar liefst 16 oude boerderijen bij elkaar gesprokkeld. Dit is een heel mooi beeld, alleen het is voor modern gebruik, voor waterleiding, is het ten ene male onbruikbaar, want je kunt hier geen waterdruk op zetten. Dus wat we nu hebben gedaan om het beeld toch authentiek te laten, hebben wij een moderne kraan erin gezet en die wordt bediend met een zwengel. Waarin het echtpaar zelf woont en werkt, hebben ze in de achterzijde van het monumentale pand een heuse bed en breakfast ingericht. Een parel op het Groningenland om de nacht in door te brengen.